Het ministerie van Buitenlandse Zaken is vandaag in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken gestart met een driedaagse mensenrechtentraining. Tijdens deze workshop wordt het accent gelegd op het verdrag inzake de rechten van personen met een beperking. Dit verdrag is op 29 maart van dit jaar ondertekend door Suriname. In het eerste kwartaal van 2019 moet er verslag hierover uitgebracht worden aan de Verenigde Naties. In dat kader wil de overheid de gemeenschap gericht bewust maken over dit onderwerp. Participanten krijgen tijdens de training uitgebreide informatie over het internationaal mensenrechtensysteem. Met name de principes en verplichtingen vervat in de conventie komen aan de orde. Christine Polak, minister van Sociale Zaken, zei bij de opening van de training dat de regering bewust is van de rechten van mensen met een beperking. De regering Boutense Adin heeft binnen haar beleidsdoelen het lot van mensen levend met een beperking binnen diverse beleidsgebieden meegenomen. We zijn ons ervan bewust dat ook mensen met een beperking een belangrijk percentage van onze bevolking uitmaken en de regering ook voor het creëren van hun sociaal-maatschappelijke ontplooiingsmogelijkheden en ontwikkeling verantwoordelijk is. Conform de in het verdrag opgenomen overwegingen met betrekking tot de bezorgdheid over het feit dat personen met een beperking ondanks uiteenlopende instrumenten en initiatieven overal ter wereld nog steeds geconfronteerd worden met obstakels die hun participatie in de samenleving als gelijkwaardige leden belemmeren. Minister Polak zegt verder dat de overheid ernaar streeft alle mensen met een beperking een centrale plek in de samenleving te bieden. Het ministerie van Sociale Zaken is daarom bezig met directe acties ter ondersteuning van deze doelgroep. Het ministerie heeft binnen het sociaal woningbouwprogramma in uitvoering geëist dat bij de bouw van sociale woningen steeds 10% aan woningen speciaal wordt aangepast aan de behoeften van mensen met een beperking. Dit door iets in de ontwerpfase, aangezien de doelgroep, de verschillende groepen binnen de doelgroep, natuurlijk ook specifieke eisen hebben aan de woonsituatie. Het heeft dus geen zin om eerst de huizen op te leveren en dan te gaan aanpassen. Wij hebben gevraagd om reeds in de ontwerpfase deze aanpassingen te kunnen plegen. Ten tweede, het ministerie is thans bezig met de bestudering van het wettelijk vaststellen van de financiële bijstand voor mensen met een beperking. Waarom deze rechten zo belangrijk zijn, mensen met een disability, dan moeten we ook kijken naar wat we 2 jaar terug hebben afgesproken. De post-2015, de post-2015 agenda, Agenda 2030. Toen hebben we gezegd van oké, we hebben de MDG's gehad, dat was leuk, dat was mooi, we hebben ons best gedaan als landen. Maar een van de zaken die duidelijk naar voren kwam, was dat hoewel het goed ging met landen, wil dat niet zeggen dat het goed gaat met een ieder in de landen. Judith Brille, vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Suriname en daarvoor Christine Polak, minister van Sociale Zaken. Zij spraken vandaag bij de opening van een driedaagse mensenrechtentraining in Krasnapolski. De workshop loopt tot en met woensdag aanstaande.